Ik sta hier nu met Roos Zwetsloot. En Roos, je hebt net natuurlijk het vuur aangestoken en een quiz gedaan. Hoe ging dat? Volgens mij ging het goed. Ik had vooral echt het idee dat de sfeer er goed in zat. Dus ik vond het heel leuk om te merken dat iedereen heel enthousiast was voor de quiz. En uiteindelijk was het een groot feest. Ja, want ik had gelezen dat je vroeger Klimroos werd genoemd. Waar kwam die naam vandaan? Ik werd Klimroos genoemd. Ja, volgens mij was ik gewoon een heel energiek kindje en klom ik overal op en was ik gewoon een beetje een stuiterballetje. Toen kreeg ik die bijnaam en ik denk, ja, ik klim nu niet zoveel meer. Vooral aan skateboarden toch laag bij de grond blijven, maar het was inderdaad een bijnaam, ja. Ja, want wanneer is je passie voor skateboarden ontstaan en op welke leeftijd bijvoorbeeld? Ik was 8 jaar, toen kwam er een skatepark bij ons in de buurt in Zeist. En toen ben ik een beetje begonnen, omdat ik het wel heel vet eruit vond zien allemaal. Heb ik eigenlijk gewoon heel lang een beetje voor de plezier gedaan. En pas toen ik 18 werd, toen dacht ik, oh, nu ga ik het iets serieus aanpakken. Ja, want heel veel mensen zien natuurlijk skateboarden als een hobby, zeg maar. Maar hoe heb jij het van hobby naar carrière gebracht? Goeie vraag. Ja, hoe ik het naar een carrière heb gebracht is denk ik, de eerste keer dat ik een wedstrijd skate, zeiden mijn ouders van, oh, er is een wedstrijd op Scheveningen. Laten we er een leuke standdagje van maken. Nou, toen was er een wedstrijd bij. En we gewoon heel luchtig benaderen. Allemaal niet zo zwaar nemen. En ja, zolang je het dan leuk vindt, dan ga je steeds wat meer wedstrijden doen. En dan begin je een beetje het wat serieuzer aan te pakken. En zo gaat. Ja, want je was natuurlijk ook eerst hockeyer. Maar wat was nou echt het moment dat je dacht van, ik ga me focussen op skateboarden? Ja, het omslagpunt was een beetje toen het werd aangekondigd dat het een Olympisch sport zou worden, skateboarden. Toen dacht ik, oké, nu heb ik ook echt een doel waar ik dan naartoe kan streven. Dat vind ik wel heel fijn eigenlijk. En ik was klaar met school, mijn diploma. Toen ben ik eigenlijk vol voor het skateboarden gegaan. En, ja. Ja, want je bent natuurlijk ook geblesseerd geweest door het skateboarden. Hoe gaat het nu? Nu gaat het heel goed. Ja, even afkloppen. Zie je dit op dit moment? Nee, ik ben heel blij hoe het nu gaat. En blessures horen er gewoon bij. Veel vallen. Maar dat wil ik ze ook gewoon meegeven, de kids. Van, het maakt ook niet uit of je even valt. Weet je. Het gaat er gewoon op dat je erop staat. En er voor gaat. Dus het hoort er een beetje bij, helaas. Ja, want je hebt natuurlijk meegedaan met het NK. Hoe was dat? NK was heel leuk ook. Ja, dat is natuurlijk gewoon lekker Nederland. Hele goede vibes altijd. En leuk om met de meiden dan een beetje te competen. Waar ik ook wel gewoon bevriend mee ben. Dus dat maakt het wel extra speciaal, ja. Ja, wat welke tip heb jij nou eigenlijk voor mensen die net beginnen met skateboarden en hetzelfde willen doen als jij? Nou, mijn belangrijkste tip, en dat klinkt ook weer cliché, maar dat is echt wel gewoon heel veel plezier erin houden. Niet gelijk verwachten dat alles lukt, ook al vind ik dat zelf soms ook moeilijk. Maar ja, doe het echt gewoon omdat je het leuk vindt. En je skills en alles, dat komt dan vanzelf wel, maar leg vooral niet veel druk op jezelf. Ja, en heb je een favoriete skateboard trick? Zeker, ja. Dat is de heel flip. Dat is dat je een rondje draait met je skateboard. En nu probeer ik die dan ook op een rail te doen. Dus een beetje te combineren met andere dingen. En ja, die vind ik er zelf heel tof uitzien. En ik hoop dat die ook gaat lukken in de komende wedstrijden. Ja, wat heb je eigenlijk nog doelen voor dit jaar of voor aankomend jaar? Ik heb, ja, zeker. Mijn grootste doel is nu toch wel de Olympische Spelen. En het daar gewoon in ieder geval doen zoals ik, ja, toch gewoon de tricks doen die ik in gedachten heb. En wat daar dan het resultaat bij is, dat zien we dan wel. Maar dat is op korte termijn het doel nu. Nee.